Yo guys, in deze video leer je hoe versieren op WhatsApp, zodat je consistent dates haalt nadat je haar nummer hebt gekregen via Cold Approach of via een andere dating app als Tinder. En je gaat ook leren hoe je flirterig gaat teksten, zodat je heel snel dates zet via WhatsApp. Plus, ik deel ook de meest gemaakte fout door andere mannen, waardoor zij geen dates scoren via WhatsApp. Dus allereerst stap 1, de openingszin. En dit is precies de fout waar de meeste mannen over struikelen. Zij doen hier te veel moeite en investering in een uitgebreide tekst, waardoor zo'n meisje denkt van, oh, ja, deze gast die investeert heel veel in mij, die wil mij heel graag. Dus wat jij wil doen, is je totaal dat niet doen. Want het enige wat jij haar aan gaat herinneren, zijn al die nice guys die haar op deze manier proberen te versieren op WhatsApp, nadat ze haar nummer had gegeven aan hun. Dus wat je wilt is simpel en kort de openingszin gebruiken, zoals Adam knipoogje. Dus jouw eigen naam en dan een knipoogje. Heb je haar nummer van een dating app als Tinder gekregen, dan zeg je iets als je voornaam, comma, van dat ding. Sluit je hem af met een knipoog. Alright? En dan gaat ze daarop reageren. Namelijk, ze kan reageren op twee dingen. Hoe het gesprek afhankelijk daarvoor is gegaan, zal ze hoogstwaarschijnlijk aan je vragen: hoe was je dag? Of wat heb je gedaan? Of wat ben je aan het doen? Dat soort drie vragen. In die contrast kan ze die gaan stellen. En dan ga jij daarvoor het V-frame en de toekomstprojecties gebruiken. Dus je reageert met, ja goed, kom net van de gym, zie je nice en fit uit voor onze romantische date. Oké, dus nu heb je een transitie gemaakt naar de V-frame met toekomstprojecties en een datevoorstel gemaakt. Dus zij zal daarop reageren, ha, wat cute of goed bezig. En wat je dan vervolgens gaat doen is stap 3, de soft close. Hier ga je ervoor zorgen dat je ja-ladders gaat creëren. Dus je zult haar vragen waar ze waarschijnlijk ja op gaat zeggen. Zoals, hou je van mocktails? Vraagteken. Of hou je van wijn? Vraagteken. Daarop zal ze hoogstwaarschijnlijk een ja zeggen. En dan ga je vervolgens over op de logistieke vraag. Hoe ziet jouw schema eruit? Vraagteken. Afhankelijk van wanneer jij de date wilt gaan zetten. Is het voor volgende week? Is het voor deze week? Of is het voor vanavond? In dit geval hebben we het over, wat is jouw schema, hoe ziet jouw schema eruit? En we houden het heel even algemeen. Dus zij zal gaan vertellen van, oh ja, ik studeer, ik moet nog dit en dat, blablabla. Oké, wat je dan vervolgens gaat doen, is urgentie creëren. Want als je dit niet doet, zal de date niet heel snel gaan plaatsvinden. En is de kans groot dat de date überhaupt niet eens komt. Want ze zal je vergeten en tijd gaat eroverheen en de aantrekkingskracht is weg. Dus wat je doet is urgentie. Je zegt zoiets als, ik ben kort volgende week voor een paar dagen vrij. Kan jij op deze dag of deze dag? Vraagteken. Dus je geeft er twee opties. En daarop zal ze meer betrokken zijn om met jou af te spreken. En dat is wat je wilt de date. Oké, en zo ga jij dates halen uit WhatsApp.